is weer tijd voor een verhaal. Van Dick Bruna, 1, 2, 3. En rond en rond en Doremi. Voor jou en mij. Voor jou en mij. Het huis van Nijntje. Dit is het huis van Nijntje. Het is niet zo groot, maar wel heel gezellig. Zullen we eens binnen gaan kijken? Nijntje heeft een eigen bord. En ook een eigen slab. En een eigen lepel. Daarmee eet Nijntje pap. Ze heeft ook een eigen beker. Met aan elke kant een oor. Handig hoor. In het huis van Nijntje is ook een kapstok. Daar hangt Nijntje's jas aan. En daaronder staan haar laarzen. Haar speelgoed bewaart Nijntje in een grote mand. Daar zit haar trein in en haar beer en de bal met al die kleuren. Nijntje heeft ook een eigen stoeltje. Daar zit ze vaak op. Soms alleen en soms met haar beer. Verder is er nog een kleerkast. Twee deuren met rode deurknoppen. Als je die deuren open doet, zie je de jurken van Nijntje. De jurk met de bloemen is haar feestjurk. Er is ook een broek met zakken. Dat is Nijntjes werkbroek. Er is natuurlijk ook een klok in het huis van Nijntje. Nijntje kan al heel goed klok kijken. Als de wijzers op 7 uur staan, is het tijd om naar bed te gaan. Naar Nijntjes eigen bed. Slaap lekker, Nijntje. Het was leuk om jouw huis te bekijken.